Heb je nog veel last van de vaccinatie gehad? Nee, helemaal niet. Geen klachten van koorts? De Alkmaarse student Roy Signette is proefpersoon voor een mogelijk nieuw vaccin in de strijd tegen COVID-19. Samen met nog 36.000 anderen is hij ingeënt met CureVac. Het is zijn aandeel in de strijd tegen corona. Als 24-jarige sta je best wel op de zijlijn de afgelopen jaar met het hele corona gebeuren. Je weet dat het heel belangrijk is dat er zoveel mogelijk vaccins op de markt komen. Wat er getest wordt is de effectiviteit van dat vaccin. En dat, daar hebben ze nou eenmaal heel veel mensen voor nodig. Dus dat is een manier waarop je bij kan dragen. En dat is, was ook voor mij de motivatie. Door artsen van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar wordt Roy begeleid en in de gaten gehouden. Nou, hij krijgt de reguliere controles. En wordt gevraagd hoe het met zijn gezondheid is, of die ook bijwerkingen ervaart enzovoort. En er wordt dan bloedonderzoek gedaan om met name naar de immunologie van Roy zijn reactie op de vaccinatie te onderzoeken. Of Roy het testvaccin gekregen heeft, weet hij niet. Voor het onderzoek wordt de helft van de deelnemers met een placebo geïnjecteerd. Maar bang voor eventuele risico's van een onbekend middel in zijn lijf is hij niet. Het is natuurlijk niet helemaal onbekend. Er zijn andere tests al gedaan met dat vaccin. Dus nee, ik vond het niet eng. De risico's zijn net zoals je bijvoorbeeld bij griepvaccinatie hebt, dat mensen koorts kunnen krijgen of wat vermoeidheid en dat soort dingen. Maar dat zijn meestal klachten die na 24 uur verdwenen zijn. Roy hoeft maar af en toe naar het ziekenhuis, want via een app kan hij bijhouden hoe het met hem gaat. En verder is het afwachten of hij of een van de andere proefpersonen corona krijgt. Pas dan valt er iets te zeggen over het vaccin. We gaan ervan uit dat het eind juni ongeveer misschien dat vaccin geregistreerd is. Het kan dus zijn dat je gevaccineerd bent straks als het wordt toegelaten met een vaccin wat werkt. Ja, dan ben ik bijvoorbeeld eerder dan mijn opa en oma gevaccineerd. Dat is best wel raar natuurlijk. Dat is ook wel een deel van het spannende eraan.